7 wedstrijden in 23 dagen stonden er op het programma voor Ajax. Aankomende zondag tegen Utrecht is de laatste van de 7 en komt er dus een einde aan de drukke weken. Je kunt, als je 1 wedstrijd in de week hebt, zoals andere clubs vaker, dan doe je vaker 11 tegen 11. Dan kun je meer teamtactisch trainen. Wij hebben toch, ja, dat zie je nu ook weer, heb je toch wat veranderingen. Tegen Real Madrid was natuurlijk helemaal lastig, omdat Jan Vertonghen er niet was en Suarez niet. Natuurlijk heb je een bepaalde planning en in die planning hou je ook rekening met de intensiteit en de belasting van de spelers. Rust is daar ook belangrijk in, maar die krijg je niet echt. Zul je toch moeten proberen om sneller te herstellen. Nou, daar proberen we wat zaken in te doen. Die waarschijnlijk bij andere clubs ook gedaan worden, maar misschien ook niet. Want ja, ik vind altijd dat je eigenlijk alles moet doen wat er uitgevonden is, wat productief kan zijn. En dat proberen wij ook te doen en dan samenwerken met onze medische staf. Kijk, vorig jaar hebben we ook wel spierblessures gehad, want zwaar is zwaar als je 3 wedstrijden moet spelen. En als je een Eno neemt bijvoorbeeld, die in het verleden toch ook wel spierblessures had, als die echt altijd alles geeft, en dat doen de meeste spelers, ja, dan heb je wel eens kans dat je overbelast raakt. En ik denk dat we daar in onze periodisering goed mee omgaan. Maar ja, eigenlijk zou ik het af willen kloppen, want het is toch iedere keer weer een avontuur, ook fysiek. Ik probeer altijd zeker tussen 3 wedstrijden heel kort te trainen en dan blijft het toch vrij intensief. Ik doe niet iets een half uur lang, we doen korte onderdelen en vaak is de omvang van die trainingen ook niet lang. Terwijl je in de voorbereiding natuurlijk qua omvang grotere trainingen hebt. En dan later werk je toe in zo'n planning naar wat korter trainen en wat intensiever trainen. Maar de intensiteit tussen wedstrijden in kan natuurlijk niet hoog zijn. En daarom moeten spelers fit zijn en daarom heb je goede voorbereiding nodig. En daarom zeg ik dat we er heel goed doorheen gerold zijn. Want ja, ook Louis Soares heeft bijvoorbeeld die echte prikkels. Demy de Zeeuw, die toch met dat probleem kwam met WK en toch die schop in zijn gezicht, ontsteking in zijn mond. Ja, en dan kun je niet verwachten, zelfs een Eno, Eriksen, noem maar op. Ja, dat is Maarten Stekelenburg die er gewoon staat vanaf dag 1. Maar hij is een keeper, is misschien toch iets anders, maar mentaal moet je toch maar op weten te brengen. En hij is weer net zoals hij vorig jaar was. Dus ja, het is toch een proces van afwegingen maken. Wanneer geef je prikkels, wanneer geef je de rust en dat proberen we zo goed mogelijk te doen.